Nou, je bent nu bij Visadvocaten. Wij zijn een boutique kantoor in Rotterdam, gefocust op structured finance, herstructurering, financieel toezicht en privacy. En wij hebben een sterke focus op de hypotheeksector. Bij het hypotheekevent zal ik mij vooral toespitsen op het privacyrecht en het delen van data in de hypotheekketen. Privacy is een onderwerp dat mij erg aan het hart gaat. En zeker ook het delen van data in de hypotheekketen is een actueel en belaard onderwerp. Ik zal mij op het hypotheek-event, gelet op de tijd, zullen toespitsen eigenlijk op één stukje daarvan. En dat is het delen van een aanbieder met een adviseur. Daar is veel op te doen geweest. Daar zijn veel initiatieven van in de markt zichtbaar geweest. Nou, er zijn een aantal punten zijn van belang als het gaat om het delen van data in de hypotheekketen. In de eerste plaats is het belangrijk dat een aanbieder mag niet zomaar persoonsgegevens van zijn klanten met een andere partij verstrekken. Daar moet een grondslag moet daarvoor zijn. De vraag is, als het sprake is van delen van data tussen aanbieder en adviseur, welke grondslag dat gebeurt. Want er is in mijn optiek geen wettelijke verplichting voor een aanbieder om die gegevens met een adviseur te delen. Het is ook niet nodig om voor de uitvoering van een kredietovereenkomst met de klant. En eigenlijk de enige grondslag waarvoor ik mijn hand in het vuur zou steken, zou zijn toestemming van de consument. Dus als een consument, een aanbieder, toestemming heeft gegeven om zijn persoonsgegevens met een adviseur te delen, dan mag dat. Ik denk dat de grootste uitdaging is om te zorgen dat er een grondslag is voor het delen tussen een aanbieder en een adviseur. En om dat goed vast te leggen en daar ook gewoon helder en duidelijk over te zijn richting de consument. Of nu heel actueel met COVID-19, er zijn allerlei payment holidays die worden aangeboden door aanbieders, waardoor een lenennemer een tijdje niet hoeft te betalen. Dat zijn allemaal situaties waarbij het goed kan zijn als een adviseur daarvan op de hoogte is. Want dat zijn allemaal situaties op momenten waarvoor een adviseur kan inspringen en opnieuw kan gaan adviseren. Dus vanuit adviseur gezien is het heel aantrekkelijk om dat soort informatie over die momenten te krijgen. Je kan gewoon data delen tussen een aanbieder en een adviseur, maar je zult het wel moeten inregelen. Je zult in ieder geval moeten regelen dat er een grondslag voor is. En ik denk dat toestemming van de betrokkenen zou daar de beste grondslag voor zijn. En daarnaast zullen jullie goede afspraken moeten maken, maar dat geldt denk ik voor de hele sector breed. Welke gegevens nou precies nodig zijn en welke gegevens je precies moet gaan delen. En er zijn heel veel ontwikkelingen in de markt, technologische ontwikkelingen. En die zullen allemaal moeten worden beoordeeld met een soort privacybril. Met in acht nemen van de verplichting van de AVG. Maar uiteindelijk is vanuit privacyperspectief de inwerkingtreding van de AVG de belangrijkste mijlpaal geweest. Die heeft gewoon duidelijk een setje spelregels neergelegd waaraan iedereen moet voldoen. En ja, elke ontwikkeling in de markt die er is, die zal uiteindelijk moeten worden getoetst aan de AVG. En op zich wel interessant, je ziet in de sector zijn de afgelopen jaren heel veel initiatieven geweest als het gaat om het delen van data in hypotheekketen. Er zijn allerlei verschillende partijen die het op allerlei verschillende manieren, op allerlei verschillende grondslagen hebben gedaan. Ik vind zelf de toestemming van de consument de mooiste. Dus er zijn allerlei verschillende initiatieven in de markt zichtbaar. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En ja, ik denk op alle initiatieven zoals die nu zijn, hebben voor- en tegenkanten. En het zou eigenlijk idealiter zou je verwachten dat iedereen samen in gesprek gaat en dat ze alles combineren. En dat er uiteindelijk gewoon één duidelijke uniforme regeling komt hoe data wordt gedeeld tussen een aanbieder en een adviseur.